Vandaag verbinden wij het nieuwe en oude kerkmuziek. Zometeen ontmoeten twee jonge jongens met verschillende christelijke achtergronden elkaar. De ene is into the praise and worship muziek, de ander speelt psalmen op het orgel. Ze stellen zich nu aan je voor. Ik ben Hanna de Vries, ik ben 27 jaar, ik kom uit Utrecht. En mijn werk is dat ik aanbiddingsleider ben. Ik ben Jonathan Raukens, 22 jaar, studeer theologie in Apeldoorn en ik speel orgel in de gereformeerde gemeente van Barendrecht. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Mijn ouders gingen naar een Pinkstergemeente. Momenteel ga ik naar een Baptistengemeente, De Rank in Utrecht. Ik ben beleidend lid van de gereformeerde gemeente in Barendrecht. In de volksmond ook wel Zwarte Kouskerk genoemd. Nou, ik begon met elektrische gitaarles toen ik 10 was en had wel een reden, omdat ik gitaarmuziek vond ik wel te gek. Denk aan Guns N' Roses, Bon Jovi, ook U2. Ik ben eigenlijk met muziek opgegroeid. Mijn vader heeft mij ook op orgelles gejaagd. Ik heb heel veel met Bach. Met popmuziek heb ik echt helemaal niks. Bij ons in de Pinkstergemeente was het altijd met een heel muziekteam, bandje, wat dat samen zingen begeleiden. Nou, bij ons in de kerk is het orgel wordt vooral gebruikt als begeleiding van de gemeentezang. Ik ben zelf helemaal niet opgegroeid met orgelmuziek. Op een gegeven moment had ik een vriendinnetje die ging wel naar een christelijk gereformeerde kerk. En, nou, ik kon daar moeilijk aan wennen in het begin, omdat de hele timing en het inzetten is helemaal anders dan als je met een band speelt. Van praise muziek, het is op een bepaalde manier, mijn inziens, wat oppervlakkig, die tekst. En die muziek, voor zover ik dat in kan schatten, eigenlijk ook. Leonard en Hanna, we zijn hier om over praise en orgelmuziek te praten. En kijken in hoeverre jullie dan samen tot één geheel kunnen komen. En wat voor achtergrond hebben de liederen die jullie zingen? Wij zingen bij ons in de gemeente uitsluitend psalmen. En dat zijn berijmingen van het psalmboek zoals dat in de Bijbel voorkomt. En staan dus veel hoger dan alle andere liederen die wij componeren. Alhoewel die ook heel mooi zijn en vaak geciteerd kunnen worden. Maar psalmen is altijd een trap hoger of een spaat dieper, hoe je het wil zeggen. Zeg maar. En bij jullie? Wij zingen voornamelijk uit de zogenaamde opwekkingsbundel. Een bundel van samengesteld van liederen die meer in de huidige tijd geschreven zijn. En wat ik heel positief punt vind aan zijn kerk, dat is dat er ook nog liederen geschreven worden op dit moment. Anderzijds is het wel zo, wat ik al zei, in een berijming of in liederen vind je ook een stuk theologie. Als ik opwekking bekijk, dan vind ik dat eigenlijk soms wel problematisch. Vooral het totaalplaatje, het beeld wat geschetst wordt. En wat volgens mij daarbij heel belangrijk is, is niet zozeer of je dat met een orgel of met een band doet, maar of het ook echt goed is. En daar heb ik, dus bij opwekking wel een beetje mijn twijfels bij. De psalmen vind ik nog steeds heel relevant voor nu ook, als ik ze lees. En hoewel ik misschien oude berijmingen wat ver van me af vind staan. En ook misschien de melodieën die bij jou in de kerk wat oudbollig zijn, dat misschien zozeer van deze tijd, voor mijn gevoel. Dan vind ik dat wel tof als dat dan in een meer hedendaagse manier wordt gegoten qua vorm en qua stijl. En dan is het misschien meer het jasje van het orgel of zo, dat ik denk van misschien een ander arrangement, andere instrumenten. Ja. Maar vaak, een goede melodie blijft altijd een goede melodie. Ja, zeker. Nou, het is natuurlijk wel heel erg leuk om over muziek te praten, maar het is nog leuker om er naar te luisteren. Dus we gaan kijken wat deze twee jongens, wat voor muziek ze maken. Nou Hanna, wat ga je voor ons spelen? Ik ga een eigen lied spelen wat ik geschreven heb en dat heet You Live. Oké, ik ben benieuwd. Oké. Het was toch je ultieme geloofsbeleving? Ja, absoluut. Ja. Het is iets waar ik voor sta, waar ik in geloof. En wat absoluut ook de kern raakt van het christelijk geloof. Dus dat vind ik wel tof om te zingen. En ik merk dat dagelijks, dat ik dat ervaar dat God bij me is en dat ik met hem leef. Ja, dat is geniaal, dat is briljant. En kan jij dat ook hieruit herleiden? Dat is natuurlijk heel eng, want dan moet ik kritiek gaan geven op iets wat voor hem heel belangrijk is. Kijk, ik hoor die muziek aan en ik hoor op zich wel, je hoort een bepaald verloop in die muziek. Ergens op de helft zit er een soort
keerpunt, et cetera. Maar goed, ja, ik weet niet, tegelijk word ik er niet echt heel warm van of zo. Mag dat? Ja, dat mag. Ja. Had je verwacht dat er zo'n gedachte achter zit? Nou, nee. Nee, dat is gewoon eerlijk, nee. Dat had ik in eerste instantie niet verwacht. Dat is eigenlijk een eye-opener voor je. Ja, misschien wel. Nou, nu gaan we dus naar jou luisteren, Jonas. Wat ga je voor ons spelen? Ik speel voor jullie iets wat ik bij mij in de kerk ook zou kunnen spelen. Dat is een psalm, psalm 6. Die psalm gaat over iemand die bidt om vergeving van zonde. Oké. Psalm 6, omdat dat sowieso wel leuk is voor het contrast, eventjes. Het is ook lekker, ja, een psalm in mineur natuurlijk. Ik heb hem echt geprobeerd om klagen te spelen, zeg maar, smekend. En wat vond jij ervan? Ja, nou, mooi. Ik ken psalm 6 zo even niet uit mijn hoofd, dus ik weet niet helemaal precies waar het over gaat, qua tekst of zo. Dus, maar het is absoluut duidelijk dat jij wel echt heel goed kan spelen en dat is wel te gek en daar kan ik wel van genieten en dat vind ik mooi. Vind je deze vorm van muziek niet een beetje ouderwets? Ja, vind ik wel. Maar dat is omdat ik, wat ik eerder zei, ik heb er geen enkele beleving mee en ik ken het alleen niet als iets wat ze al heel lang doen. Kijk, oh, je vraagt net van, vind je deze muziek ouderwets? Nou, ja, ik vind het ouderwets en dan, ik hoor er altijd heel snel een ondertoon in van dus, ja, dus wat? Ik bedoel, ouderwets is hartstikke gaaf, vind ik tenminste. Als ik zeg maar in de kerk zit en ik zing een psalm, ik had dat een tijdje geleden, dat ik op een gegeven moment ineens bedacht van ja, ik ben zelf aan het zingen, ik hoor allerlei mensen om me heen zingen en je ziet ze niet, maar in feite hoor je bij wijze van spreken van allerlei kerken over heel de wereld en ook nog eens een keertje door alle tijden en ook al die mensen diezelfde liederen zingen. En dat schept een band, of dat maakt een band zichtbaar die er is, zeg maar. Dat is een eenheid. Ja. Nou, het zit erop. Volgens mij hebben de jongens elkaar toch nog ergens gevonden. Op naar de volgende verbintenis. Nou, misschien tot ziens. Ja, wie weet. In ieder geval in de hemel.